Top, nu volgt een mening. De Druktemaker. En vandaag is dat Lisa Loep. Het vertrouwen in de politiek is enorm toegenomen. Het is in een jaar tijd gestegen van 33% naar 44%. Een toename van 11 procentpunt, bizar veel. Natuurlijk heeft nog steeds minder dan de helft van de bevolking vertrouwen in de politiek. Maar goed, laten we de feestvreugde niet bederven met feiten. Toch vraag ik me af, waar is dat vertrouwen dan eigenlijk op gebaseerd? Niet op minister Wiersma, lijkt me. Die het door de BBB-achterban, of moet ik zeggen achter BB-ban... in ieder geval die het door haar eigen achterban zo gehate beleid van haar voorganger Adema grotendeels overneemt, maar dan met minder compensatie voor de boeren. Of op minister Faber, die beweerde dat ze in haar brief aan de Europese Commissie om een migratie-opt-out gevraagd had, terwijl ze dat in werkelijkheid helemaal niet deed. Of op Geert Wilders, die tijdens de campagne riep dat het eigen risico per direct afgeschaft zou worden als hij aan de macht zou zijn, terwijl het eigen risico in 2027 nu enkel gehalveerd wordt. Allemaal gebakken lucht dus, maar kennelijk wekt het vertrouwen. Het lijkt erop dat gevoel belangrijker is geworden dan feiten in dit kabinet. Volgens premier Schoof ervaart Nederland een asielcrisis, terwijl er in feite helemaal geen asielcrisis, maar een opvangcrisis is. Net zoals Henk Kamp destijds verklaarde dat Nederland het gevoel had dat er gefraudeerd werd met de kinderopvangtoeslag, al was dat in feite niet zo. Donald Trump kan nog een puntje zuigen aan deze alternative facts. Het beleid van het nieuwe kabinet is niet gebaseerd op het verstand, maar op de onderbuik. De onderbuik, waar racisme, seksisme en andere vormen van discriminatie welig tieren. Want ja, als iets waar voelt, dan zal het wel kloppen, toch? En op die op gevoelens gebaseerde feiten worden nu de beleidskeuzes gemaakt. Het kabinet heeft het voor elkaar gekregen om alle problemen in Nederland te koppelen aan asielmigratie, terwijl dat helemaal niet de oorzaak is van de woningnood, de zorgtekorten en het gebrek aan bestaanszekerheid. En als ze die niet bestaande asielcrisis oplossen, wat dus niet kan, dan verdwijnen automatisch alle problemen van Nederland. En dit schijnbeleid leidt er nu al toe dat Viktor Orbán, die door de oud-EU-voorzitter Juncker vriendelijk begroet werd met de leus "Hello, Mr. Dictator", ons als voorbeeld noemt voor streng asielbeleid. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Maar blijkbaar voelt het goed. Net zoals dit kabinet het gevoel heeft dat je Nederland kunt vergelijken met de topprestaties van Team NL op de Olympische Spelen, terwijl je tegelijkertijd fors bezuinigt op sport. Of dat je zegt op te komen voor de gewone Nederlander, maar lastenverlichting uitstelt. Of dat je stelt in te zetten op innovatie en groene groei, maar ondertussen bezuinigt op onderwijs. Dat iets goed voelt of klinkt, maakt het helaas nog niet waar. Ik heb ook het gevoel dat ik 23 jaar ben met maat 34 en een recht gebit, maar mijn paspoort en spiegelbeeld houden hardnekkig vol dat dit alternative facts zijn. Sinds het aantreden van dit kabinet moet ik steeds aan die ene zin denken. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Die zin komt uit een gedicht van Willem Elschot, waarin een man overweegt om zijn vrouw te doden en hun huis in brand te steken. Uiteindelijk ziet hij ervan af door juridische, praktische en emotionele redenen. Laten we hopen dat dit kabinet het land niet in de fik zal steken, de onderbuik tot stilte maant en zich zal houden aan de wetten en de praktische bezwaren. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Langerover.